Wij zijn gewoon open. Wordt de advocatuur ook getroffen door de coronamaatregelen? De advocatuur wordt zeker ook getroffen door de coronamaatregelen. En natuurlijk het ene kantoor wel meer dan het andere kantoor. Maar als ik kijk bij ons, dan is het met name dat wij onze werkzaamheden hebben moeten aanpassen omdat de rechtbanken bijna 9 weken dicht zijn gegaan. En ook andere overheidsinstanties hun werken op een behoorlijk laag pitje hebben gezet. Dus wij zijn blij te zien dat de gemeente meer en sneller reageert. Maar met name de rechtbank naar zo'n 9 weken de deuren weer opent. En iets meer en iets sneller hun zaken weer gaat doen dan dat ze de afgelopen 9 weken hebben gedaan. Wat vind je van deze handelswijze van de rechtspraak en gemeente? Ik vind het heel bijzonder om te zien dat de buurtsuper op de hoek binnen een paar dagen spatschermen plaatst, stickers op de grond plakt. Maar dat zo'n belangrijke overheidsinstantie als de gemeente en als de rechtspraak daar zo'n 9 weken over doen. Ik vind het ook lastig om te begrijpen waarom dat zo lang heeft moeten duren. De rechtspraak zelf vindt dat ze voortvarend hebben gehandeld, maar ik moet zeggen dat wij daar iets anders over denken. Is jullie kantoor dicht geweest door de coronamaatregelen? Ons kantoor is niet dicht, gaat niet dicht en is ook echt nooit dicht geweest. Wij hebben altijd door kunnen werken, natuurlijk wel wat maatregelen moeten treffen, maar dicht zijn we niet geweest. Moeten we medelijden hebben met de advocatuur? Of je medelijden moet hebben met de advocatuur? Nou, niet met ons. Met andere kantoren, daar kan ik natuurlijk niet zo goed over oordelen. Maar als je het hebt over medelijden of in ieder geval medeleven, dan gaat dat van mij echt uit naar horecaondernemers, naar mensen met sportscholen en ook met evenementenbureaus. Want die willen van alles en in mijn optiek kunnen ze ook van alles. Maar het is moeilijk om te zien dat de centrale overheid en ook de veiligheidsregio's zeggen, we gaan het nu niet doen. En ik roep daarom ook eigenlijk het lokale bestuur, met name ook de burgemeesters op, om met de plaatselijke ondernemers te gaan praten. Zij kunnen en mogen ook in afwijking van de veiligheidsregio's van allerlei lokale mogelijkheden scheppen en mogelijkheden en kansen bieden. Dus doe dat ook vooral, want samen moet je er op lokaal niveau echt uit kunnen komen. Problemen? We helpen graag. Wij zijn open.